Wat zeg jij als ik zeg zo is Zuidoost? Het is gewoon een goede buurt. Multicultureel. Heel veel verschillende mensen van verschillende landen. Je kent bijna iedereen hier als je hier bent. Mensen zijn altijd wel aardig. Je maakt snel vrienden. Je hebt leuke parkjes waarbij je kan zitten en met vrienden lekker chillen. Ja, ik vind het gewoon een mooie buurt. Wat weet je over het masterplan? Niks, totaal niks. Masterplan, wat is dat? Ik zou het niet over weten. Geen idee. Wat was het ook weer? Het masterplan is een plan van de gemeente Amsterdam om de buurt, Zuidoost dus, te verbeteren. Ik weet er niks van, maar ja, ik vind het gewoon goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Waarom moet het masterplan echt aandacht aan besteden? Drillers, ja. Minder steekpartijen. Dat er minder geweld is. Ja, met benden en gangdingen. Dat mensen minder gaan lopen met wapens. Is er wel altijd gevechten en daarvoor moeten ze meer veiligheid mee houden. En dat mensen beter met elkaar omgaan. Gewoon dat iedereen lief met elkaar is en gewoon geen ruzie. Alle vrienden moeten dus lief zijn. Onderwijs, meer docenten. De stad netjes en up-to-date houden. Dat vind ik wel belangrijk. Welkom bij de allereerste aflevering van Zo is Zuidoost Updates. Kende jij het masterplan ook nog niet? Geen probleem. Wij houden jullie op de hoogte. Jongeren vinden veiligheid in Zuidoost het allerbelangrijkste. En daar hebben we het over in onze talkshow Standpunten. Yo mensen, welkom bij deze talkshow. Vandaag ben ik jullie host Marfino. Ik ben 17 jaar oud. En het onderwerp van vandaag is de veiligheid in stadsdeel Zuidoost. Ik ben hier vandaag met Daryl en ik ben hier vandaag met Whitney. Hoe zie jij de veiligheid in Zuidoost? Er gebeuren veel leuke dingen, maar ook negatieve dingen. En er zijn ook demonstraties geweest in Kraaienest. En het is natuurlijk belangrijk dat we die dingen gaan voorkomen. Hoe vind jij de veiligheid hier in Zuidoost? Ik vind het redelijk, maar het kan veel beter, want er gebeuren leuke en negatieve dingen. Zoals jongeren die nu met wapens lopen tijdens dat vroeger niet zo was. Jazeker. Kinderen die bang zijn, ouders die bang zijn om hun kinderen naar buiten te laten gaan of zulke dingen. Hierachter spelen ook kinderen voetbal en meestal werkt het licht daar ook niet. En het is wel belangrijk dat kinderen ten eerste hun bal zien en dat ouders vanuit hun balkon kunnen kijken hoe de kinderen daar buiten spelen. Goede verlichting bij speelplaatsen, ja. En alles. Ja, en ook gewoon in steegjes en dat soort. Okay. Ja. En hoe denk jij dat het verbeterd kan worden? Wat ik persoonlijk denk is om meer wijkwachters te zetten, ja. Meer controles bij jongeren en meer camera's. En ben jij het daarmee eens? Ik ben het met haar eens, maar niet overal kunnen meestal camera's, omdat het openbare plekken zijn en je daar niet meestal mag filmen. Maar juist op die plekken gebeuren de nare dingen. Hoe kunnen jullie nog zo kort mogelijk een boodschap geven aan de jongeren en hun ouders? Ga met je kind in gesprek, luister naar wat je kind wilt, wat kan het kind goed. Wat we er ook nog meer aan kunnen doen is de kinderen bewust stellen van wat de consequenties zijn van hun daden. En op vroege termijn hun talenten laten ontwikkelen, zodat ze andere dingen voor hun zien. En nog ook wat kort voor het bestuur. Luister naar de mensen in Zuidoost wat ze te zeggen hebben. De gemeente moet wel luisteren, maar ze moeten er ook wel iets aan doen. Okay, dit was de talkshow Standpunten. Bedankt voor het kijken en binnenkort wat meer. Wisten jullie dat Daryl de allereerste is met de kinderperskaart in Nederland? Hij heeft daardoor de mogelijkheid om als journalist achter de schermen mensen vragen te kunnen stellen. We hebben daarom aan hem gevraagd of hij de directeur van het masterplan wilt interviewen. Welke thema's heeft het masterplan allemaal? Het gaat over inclusie, het gaat over wonen en veiligheid. Dus we zijn bezig met het bouwen van woningen, maar ook met het nadenken over hoe kan het nou anders gaan met de criminaliteit hier in Amsterdam Zuidoost. Hoe zorgen we dat jonge mensen andere keuzes maken? Goed onderwijs, hoe doen we dat in de klassen? Hoe zorgen we dat het tekort aan leerkrachten niet een probleem wordt voor onze kinderen op scholen? Maar het gaat ook over werk en het hebben van een goed inkomen.
Dus ik heb op alles gelet wat Zuidoost wat minder in is. Ja, dat is het eigenlijk wel. Het masterplan is, het is niet alleen maar een plan op papier. Alles wat in dit plan op papier staat, moet jij gaan voelen. Het zou niet goed zijn als het alleen maar een plan is op papier waarvan iedereen denkt, ja leuk, maar ik voel het niet. Ik merk het niet, het raakt me niet, ik zie geen verschil. Wat weten mensen echt van u als u echt kennen? De mensen die mij echt kennen weten dat ik heel veel van lachen hou. En ze weten dat ik heel veel van taco's hou. Leuk feitje over u. Wat betekent Zuidoost voor u? Jeetje, Zuidoost betekent voor mij warmte. Betekent voor mij trots, de gezelligheid, de mensen. Het is voor mij ook een stadsdeel van doorzetten. Een stadsdeel van kansen. Een stadsdeel waar veel kracht in zit. Ik werk al heel lang in Amsterdam Zuidoost en ik vind het wel echt een stadsdeel met heel veel potentie. We kunnen echt een voorbeeld zijn in al die verschillende culturen die hier met elkaar samenwonen. Al die ideeën die daaruit voortkomen. Ja, ik vind gewoon stadsdeel Zuidoost een stadsdeel wat een voorloper moet zijn. Mensen moeten kijken naar het stadsdeel als zijnde. Zo moet het bij ons ook. Dus, onderwijs is ook een belangrijk thema. Maar is ons onderwijssysteem nog wel up-to-date? Wij gingen even snuffelen bij Life Skills. Life Skills is een organisatie die toevoegingen geeft aan het onderwijs. Ik ben hier vandaag om jongeren een paar vragen te stellen over wat beter kan in het onderwijs. Op school krijg ik echt alleen hulp bij het werk en de toetsen en het leren. Maar hier krijg ik ook hulp met andere dingen zoals leren plannen of echt leren leren en dealen met faalangst. En dat mis ik wel echt op school. Er is meer nodig dan een diploma om succesvol bij te kunnen dragen aan de samenleving. En dat is wat we hier bij Life Skills doen. Waar denk je dat de overheid in moet investeren om het onderwijs op lange termijn goed draaiende te houden? Op school krijgen we bijvoorbeeld geen kooklessen of we weten niet hoe we met geld om moeten gaan. En dat mis ik wel echt. Dat zometeen ben ik klaar met school, maar ik weet niet hoe ik een auto moet kopen. Ik weet niet hoe ik een huis moet kopen. Ik ben vader van 4 kinderen en wat ik in het onderwijs heel erg mis als vader zijnde is de zelfstandigheid die mijn kinderen mee horen te krijgen. Een mate van nieuwsgierigheid die ze erbij horen te krijgen, die aangewakkerd moet worden. Ik geef het zelf aan mijn kinderen mee, maar ik kan me voorstellen dat heel veel kinderen dat niet meekrijgen. Dus die verrijking na school moet er gewoon zijn. En dat is wat we doen met huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding, 1-op-1 coaching, die workshops en trainingen, activiteiten. Kijk, ik heb een team voor wiskunde en de resultaten daarbij zijn dat Life Skills me daarbij hebben geholpen. Ik ben van VMBOT naar THAVO gegaan. Thuis zijn je ouders bezig met andere dingen en dan moet je alles gewoon zelf doen. Dus het zou heel fijn zijn als de overheid zou kunnen investeren in organisaties zoals Life Skills, zodat we dat wel meekrijgen. Een profvoetballer die de bouw inging. Waarom? Kijk mee naar Tufarno Pinas, onze eerste master van Zuidoost. Ik ben Tufarno Pinas, ik ben 35 jaar. Momenteel ben ik een schilder. Dat heb ik natuurlijk niet altijd gedaan en daar zal ik natuurlijk veel over vertellen. Ik was nooit van plan om te gaan voetballen. Ik vond het leuk om te zien. Toen dacht ik van, hé, wacht even, ik wil ook meedoen. Toen zei die meester tegen mij van, je bent niet goed genoeg. Ik ging gewoon letterlijk elke dag voetballen sindsdien. Ik had me ook gelijk aangemeld bij een voetbalclub. Dus ik ging vaker trainen, vaker spelen. Aan het einde van het seizoen dat ik naar die club ben geweest, heb ik een brief thuis gekregen van AZ dat ik kon komen. Dus in 3 jaar tijd, zeg maar, dat ik uit Suriname kwam, speelde ik professioneel bij een profclub en ik moest toen naar Alkmaar op school. Bij Almere City heb ik toen de stap overgemaakt om naar Israël te gaan voetballen. En in Israël heb ik 5 seizoenen gespeeld, tot aan mijn blessure en daar eindigde, zeg maar, mijn carrière. Ik had een vriend van mij, die is een aannemer. Hij wist dat ik vaak wel bij mijn moeder, bij mijn tante, ging verven, schilderen, bepaalde dingen doen. Dus hij vroeg aan mij van, wil je niet voor mij komen werken? Dan kan je verder leren en dat verder doen. En zodoende heb ik het opgepakt om toch schilder te worden. Ik wil natuurlijk niet voor altijd op een ladder blijven staan. Dat is één ding wat zeker is. En ik wil echt met jongeren in Zuidoost samenwerken. En dat ik hun naar een hogere level kan tillen, dat ze voor zichzelf hun eigen bedrijf kunnen starten, omdat ik ook heel veel van die jongens ken
En ze weten niet zo goed wat ze willen doen. Maar ze hebben wel een visie, ze willen wel iets bereiken, ze willen wel iets doen. En in de bouw zijn er wel heel veel kansen. Er is genoeg om te doen in de bouw. Leuk dat je keek. Volg Zo is Zuidoost op social media en blijf up-to-date.